Welkom kijkers bij deze uitzending van TV Berchem. Vandaag bij mij in de studio te gast Han Jansen. Goedenavond Han. Zou jij eens voor willen stellen wie is de persoon Han Jansen? Ja, Jos. Han Jansen, ik ben geboren en getogen in Twente, Enschede. En ik ben 20 jaar geleden in Brabant neergestreken. Maar je blijft toch Twentenaar. Ja, ja. Ook aan het stemgeluid. Ja. Ik ben een Limburger en ik ben ook hier neergestreken. Ja, dat hoor ik ook. Ja. Ze horen het nog allemaal. Ja, ja. Dus, ja, en ik ben hier terechtgekomen eigenlijk omdat mijn oudste zoon woont hier. En is hier getrouwd. En ja, met kleinkinderen dan rol je al gauw die kant uit. Oh, oké. Okay. Ja, ja, mooi. Mooie ja. Reden om hier naartoe te komen. Zeker. Dus ja. Ja, zoals gezegd. Han, je bent sinds april dit jaar officieel stadsdichter van de gemeente Os. Wat houdt dat in? Kun je dat eens uitleggen aan de kijkers? Ja, ik moet even corrigeren. Ik ben stadsdichter van Os. Van Os? Niet van de gemeente Os. Oké, oké. Dat moeten we nog realiseren, maar daar kom ik straks graag even op terug. Graag. Stadsdichter, zoals we die kennen, we hebben een dichter des vaderlands, dat is Bruinja. En heel veel steden hebben een officiële stadsdichter door de gemeente erkend. En dat zijn dan ook de gemeentedichters of de eilanddichters. Want ook uit Texel en Vlieland en de Zeeuwse eilanden kom je die tegen. Ja. En ja, de bedoeling van een stadsdichter is dat hij goed om zich heen kijkt. En vaak op kritische wijze zaken aan het licht, aan de orde stelt. Die van belang zijn en die je vaak uit de krant, uit de mededelingen pikt en zegt van daar kan ik wel een gedicht over maken. Mm-hmm. Dus op een literaire manier ja. Een probleem onder de aandacht ja, brengen. Of een activiteit die plaatsvindt. Ik weet dat binnenkort hier een verlichte optocht van intocht van Sinterklaas plaatsvindt. Nou, dat is een mooi thema om daar iets over te schrijven. Ja, ja. Oké, okay, hartstikke mooi. En daarmee heb je ook al mijn volgende vraag beantwoord. Wat doet een stadsdichter? Wat is de rol van een stadsdichter binnen de gemeente Os? Binnen de stad Os? Ja, het is wel de gemeente Os, want ook de regio worden daarbij betrokken. Dus ja, als ergens zich iets voordoet in Deursen of in Megen, of in Megen, dan is dat ook een thema waar ik iets over kan zeggen. Ja, ja. En je bent van origine ben je journalist. Ja. Hoe ben je eigenlijk ertoe gekomen om te gaan dichten? Ja, ik heb mijn eerste gedicht, dat was gewoon een probeersel. Maar het is nog steeds een van mijn mooiste gedichten. Die heb ik in 2003 geschreven. En ja, vandaar probeer je nog eens wat. En of het goed klinkt, of het een beetje logisch is. En je kijkt naar soorten gedichten die je op YouTube makkelijk kunt vinden, bij sonetten en zo. Ja. En dan ga je daarmee aan de slag. En dat heb ik dus gedaan. En op een gegeven moment kwam ik in 2012, stond er een mededeling in een van de bladen. Dat er een open podium was bij K26 van het poëziepodium. Mm-hmm. Daar ben ik naartoe gegaan en heb mij aangemeld. En zo ben ik ook in die wereld terechtgekomen en lid geworden van het poëziepodium. Ja. Wat doet het poëziepodium Os eigenlijk? We zijn een groep van 20 dichters. Leveren dus de stadsdichter. En wij komen tweemaal per jaar bij K26 in de Kruisstraat in Os bij elkaar. Dragen gedichten voor. En dat is een open podium. Maar daar kunnen ook mensen naartoe. Jij zou, als je zegt van dat lijkt mij ook wel wat. Dan, mm-hmm. dan ben je daar welkom. Dan meld je je aan. En dan kom je met jouw gedicht voor een podium. En mensen luisteren. En nou ja, zo kun je dus een stapje verder komen als je die wens hebt. Ja, 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 ja. Nou, ik heb hier een gedicht wat van jouw hand is. Be Quiet. Oh, ja, dat klopt. Dat heeft een paar weken geleden heb ik dat
geschreven en gepubliceerd. Maar misschien wil jij het voorlezen? Ik wil het proberen. Ik hoop dat ik het eer aan doe. Dan zei ik, be quiet. Onzichtbaar en onhoorbaar zijn ze. Beschaamd misschien. Voor hun nooit gewenste armoede. In onze maatschappij van welvaart. Dat mag niet. En dat kan niet. Zegt de quiet community. En bij ons huis, in de wijk, klonk het startschot. En werd de stilte luid doorbroken. Ja, zo zou ik het inderdaad, zo is het bedoeld. En, ja. En ik las dit gedicht en dat sprak me heel erg aan op de hedendaagse, de problematiek die er is over de armoede. Ja. De stille armoede, de steeds maar groter wordende armoede onder de bevolking. En je hoort het ook in het dagelijkse nieuws. Maar om op zo'n manier dit punt aan te stippen, ja, dat maakte bij mij wel iets los, moet ik zeggen. Ja. En ik heb meerdere gedichten van jouw hand gelezen. En zoals je al zegt, jij stipt echt dagelijkse problematiek aan op een bepaalde manier. Kun je eens wat voorbeelden geven? Wat heb je zoal aangetipt de laatste maanden? Ik ben op dit moment heb ik een gedicht over stikstof klaar. Dat is natuurlijk een thema wat ons eigenlijk allemaal raakt. Mm-hmm. En waar de meningen nogal over verdeeld zijn. Er ontstaan woedeuitbarstingen van de boeren en dat soort zaken. Ja, dan moet je daar eigenlijk iets over van vinden. En als je dat dan in dichtvorm kunt vertalen, dan denk ik dat je een functie daarmee uitdrukt. Mm-hmm. En daarmee ook de poëzie onder de aandacht van mensen brengt. Ja, en ik vind ook, als je het op een dichtvorm doet, dan breng je het probleem ook eens in een heel ander daglicht onder de aandacht. Ja. Weet je, normaal dan zie je alleen maar woede en boze mensen en politici die met de handen in het haar zitten. En hoe gaan we dit oplossen? Maar nou breng je het op een hele andere manier onder de aandacht. Dat vind ik wel. Je vraagt nou zo een gedicht over windmolens geschreven. Mm-hmm, mm-hmm. Omdat ik ben vanuit mijn journalistieke rol bij een van de confrontaties geweest of een van de activiteiten van waar de gemeente Os bij betrokken was. Dus daar was de wethouder van de Schoot. En daar, daar waren dus een heleboel mensen uit Geffen. Dus ik ben naar Geffen geweest, heb daar goed naar geluisterd. Want er is dus een gezelschap boeren die zeggen van nou, we kunnen eigenlijk niet voldoende inkomsten halen uit onze normale werkzaamheden, het boer zijn. En dus hebben ze dus hun land zeg maar verkocht aan de gemeente, die daar dan of windmolens of schermen op zonnepanelen op wil plaatsen. Nou, die discussie die heb ik dus in dat gedicht Windmolens een beetje aangestipt. Mm-hmm. Ja, het voelt bij mij een beetje aan als je dat vertelt, van duurzame energie in plaats van voedsel, dat soort zaken. Dan denk ik van, ja, als we dadelijk geen voedsel meer kunnen bereiden, koken, maken, dan hebben we aan die duurzame energie ook niet meer zoveel. Nee, dat klopt. Dus dan moet toch ergens een gulden middenweg gevonden worden. Nou ja, ik heb op een andere manier ook, kreeg ik een bericht onder ogen wat in de krant heeft gestaan. En dat ging over, cassettes die ze in gebouwen kunnen plaatsen waar groentes worden gekweekt. En dat hoef je dus niet in de open lucht, maar dat zijn onbespoten groentes. Mm-hmm. Die dus niet te lijden hebben van allerlei bespoten. Niet bespoten worden die niet bespoten worden. En die kun je dus in appartementsgebouwen of in flats in de hoogte bouwen. Ja.
En dan heb je op die manier dus zuiver en schoon voedsel. Ja, 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 ja. Maar dan dus er zijn mogelijkheden. Weer energie ingepompt worden om dat voor elkaar. Maar die activiteiten worden al ontplooid in Japan bijvoorbeeld en in Dubai. Ja, ja. Dus daar zijn ze al heel druk, daar zijn ze verder als wij wat dat betreft. Ja, ja, ja. Terugkomend op jouw functie als stadsdichter. Stond er onlangs in het Brabants Dagblad een stuk waarin gezegd werd dat jij op zoek bent naar een nieuw podium. Ja. Wat een nieuw podium? Wat is er met je oude podium gebeurd? Ik was dus correspondent en ook had in de Sleutel, weekblad De Sleutel, een column waarin ik mijn gedicht kon plaatsen. Maar goed, De Sleutel is inmiddels verkocht aan de regio. En uiteraard hebben we toen gevraagd aan de regio of zij ons wilde adopteren, maar daar was geen ruimte voor. Dus dat betekent dus dat toen De Sleutel weg was, mijn podium, mijn mogelijkheid om te publiceren ook weg was. Ja. En dus ik was blij dat TV Berchem daar eigenlijk in is gesprongen. Mm-hmm. En dat doen wij natuurlijk graag. Dat, ja. Ja, kan de gemeente daar niks in betekenen van, je bent toch per slot van rekening als stadsdichter ook een cultureel vertegenwoordiger van OS? Ja, dat klopt. Wij zijn daar ook mee bezig. We hebben een gesprek gehad met de wethouder cultuur en de vraag daar neergelegd of daar mogelijkheden waren. En hij zal het dus onderzoeken. Wij krijgen daar binnenkort een reactie op. Dat heeft hij ons toegezegd. En de bedoeling is dan dat wij het stadsdichterschap geformaliseerd wordt. Dat het een officiële status krijgt. Mm-hmm. Dat is onze wens. Ja. Want daarmee kunnen we ook die functie breder trekken. Kijk, nu is het zo dat de stadsdichter wordt aangesteld door het poëziepodium. Dat is dus die club van 20 mensen, zeg maar. Die zegt van, nou, wij achten jou in staat om dat te doen. Maar als je het breder trekt, dan betekent dat er ook mensen van buiten het poëziepodium die functie kunnen krijgen. Dan krijg je een soort van contest. Een wedstrijdje, zeg maar, waarbij de beste dichter wordt aangesteld. Ja, en dat zou dan waarbij de gemeente natuurlijk ook een stem behoort te krijgen. Ja, ja, ja. Dus dat is wat we dat eigenlijk zou voorstaan. Zou een goed idee erachter kunnen zijn. Hoe lang ben je, over welke periode ben je stadsdichter? Is dat een jaar, is dat 2 jaar? Nou, in principe is het een jaar. En de vorige stadsdichter, dat is Kitty Schaap hier, ook uit Berchem, die heeft het 3 jaar op rij gedaan. Maar wel iedere keer met een benoeming doorgeschoven naar 1 jaar erbij. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus als jij de intentie hebt om nog een jaar te verlengen, dan kan dat. Kun je daarvoor in aanmerking komen. Ja, precies. Ja, helemaal goed. Dus zolang als je geïnspireerd bent, dan... Het betekent in ieder geval dat je eigenlijk altijd alert moet zijn en op zoek moet gaan. Ja, ja. En misschien mag ik nog wat vertellen even over wat wij als poëziepodium zo al doen. Graag, graag. En ik wou aan je vragen van, ja, God, wil je nog iets vertellen over je werken, over... Ja. Ik zie wat bundels liggen. We hebben dus in de loop der jaren eigenlijk een aantal bundels. Dat is in samenwerking met de Kringloop in Os gemaakt. Dus het gaat over het thema kringloop. Hè? De circulatie van goederen, van gebruikte goederen vaak. Is ook een sprekende titel. Ja. In mijn geheugen en op stoffige zolders ligt verleden tijd. Mooi, hè? Ja, ja, ja. Ja. En deze hier, dit is een bundel, die gaat over de Maas. De Maas stroomt uit in een zee van woorden. Ja, typisch. Mooi.
En onze laatste bundel, die is, daar staan gedichten in van Jan van der Boom. Dat was de voorvorige stadsdichter, en van Kitty Schaap. En daar hebben we veel mooie reacties op gekregen. Maar daar staat voor een kookworst op. Waar ja, dit gaat, relateert dat aan? Nou, onder andere aan Unox. Oké. Okay. Dus er staat ook een gedicht in over het Unox winkeltje, zeg maar. Ja. Vandaar worst in en stukken. Het zijn allemaal gedichten die waarschijnlijk iedere Ossenaar, maar ook iedere Bergenaar zeker zal aanspreken. Het is een boek en dat is te koop bij de Rijk, zeg maar, ja, voor €10. Ja. Verder hebben we dus een poëzieroute door Os tot stand gebracht door bij winkels en bedrijven te vragen of zij ons zouden willen ondersteunen. Die geven dan een bepaald bedrag en wij maken een gedicht. En dat gedicht komt in de winkel te hangen. Okay. Bijvoorbeeld bij Venezia, bij de Visser, de viszaak, La Colline, Miru, de Japanse eetgelegenheid, het Franse bakkertje enzovoort. Ja, en je zegt een poëzieroute. Is er ook een dag bij waarin leden van de poëzievereniging in de winkel of het bedrijf aanwezig zijn waar zij gedichten voordragen aan? Ja, we hebben dus, er is altijd een poëzieweek in heel Nederland. Hè? Mm-hmm. En komend jaar valt dat eind januari en mm-hmm. begin februari. En wat wij dan doen, op een van de dagen staan een aantal dichters bij Boekhandel de Rijks en lezen daar hun gedichten voor. Dus aan het winkelend publiek, zeg maar. Ja, maar dat is alleen puur bij de Rijks. Ja, dat is alleen bij de Rijks. Gecentreerd en niet. Het zou eigenlijk mooi zijn om dat op een aantal punten. Wat we dus wel doen, als wij dan zo'n gedicht hebben gemaakt voor een winkel die ons ondersteunt, dan komen wij dat gedicht aanbieden met een bloemetje erbij. En dan dragen we dus het gedicht aan de winkelier voor, ophangt. Ja, oké. Ja. Ja. En zijn er nog verder nog activiteiten die je... Ja, we zijn ook bezig met een project om de lege winkels in Os, en dat zijn er nogal wat, te voorzien van een gedicht op posterformaat. Okay. En dat oogt natuurlijk altijd beter dan wanneer daar een groot plakkaat staat te huur of te koop. Ja. Dus daarmee proberen wij de leegte te dichten met gedichten. Ja, inderdaad. Ja. Heel toepasselijk. En er hangen er dan nu 12 in Os. En de komende 2 weken komen er nog 6 bij. Dus dan hebben we 18 winkels die zo'n gedicht hebben hangen. Je zei al, vorige stadsdichter Kitty Schaap, woonachtig in Berchem. Jij bent woonachtig in Berchem. Nou, we hebben 2 wethouders geleverd aan het huidige college, afkomstig en woonachtig in Berchem. Nou, laten we hopen dat ze heel veel wijsheid hebben. En naar jullie voorstel kijken en er ook echt gewoon grondig naar kijken van wat de stadsdichter kan gaan betekenen in een formele rol of zo. Dat zou mooi zijn. Dat is onze wens ook. Ja. Nou, mag ik jou heel hartelijk danken voor dit interview. Ik wens jou heel veel succes met dichten, ook nu in dit jaar van stadsdichter zijn. Ik wens de liefhebbers van het lezen van de gedichten heel veel leesplezier. En natuurlijk de gemeente heel veel wijsheid in het nemen van een juiste besluit. En hopelijk mogen we nog lang genieten van jouw werk en van eventuele opvolgers. Ja, ik kom graag mijn gedichten hier lezen. Helemaal goed. Voor de camera. Dan zullen wij zorgen voor een heel mooi platform. Geweldig. Dit mag niet verloren gaan. Oké. Dankjewel. Dank. Dit was het weer, beste kijkers, voor wat betreft deze uitzending van TV Berchem. U kunt ons verder volgen op YouTube, Facebook en op www.tv-bergen.nl.
graag tot de volgende keer.